De kortfilm Rose van de Antwerpse regisseurs Richie Vermeire en Dilgesh Roybiani won de prijs van het publiek tijdens het filmfestival Kortgeknipt in Sint-Niklaas. Het gaat over een meisje dat aan een zeldzame ziekte leidt. En regisseur Richie Vermeire leed ook aan dezelfde ziekte en wil met de film dan ook de noodzaak aantonen van stamceldonatie en ook de problematiek van verzekeringsmaatschappijen die sommige behandelingen niet willen vergoeden. En dit is de trailer. Oh, wat gebeurt er? Uw dochtertje is ernstig ziek. Ze lijdt aan aplastische anemie. Ik voel me niet goed, mama. De kuur blijkt niet goed aan te slaan. Wat wil dat dan zeggen? Dat we een donor moeten gaan vinden. De ziekte waaraan uw dochter lijdt staat niet in de lijst van de verzekerde ziekten in uw contract. Is er al een donor gevonden? Nee. Nee, helaas niet. Then I try to go to school. Zo, en daarmee zit deze van Knokken tot Kinderooi erop.